Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neco Ship Supply. Goedendag dames en heren, nog een paar dagen voor de start van de Eredivisie. En dus zijn we er op maandag ook nu om vooruit te blikken. Onder andere met Jan Eversen, welkom Jan. Dennis Kalenburg en Harry van der Laan. Harry, hoe vond je die voetballoze zomer? Ja, ik houd er niet van. Ik ben altijd weer blij als we in het ritme, je weet dat ik daar een fan van ben, van ritme. Ja. Ik ben altijd weer blij als we in het ritme van de competitie komen. En dan lekker van weekend naar weekend leven. En die hele die voorbereiding kan me ook helemaal gestolen worden. Dat is alleen maar om in conditie te komen. En proberen een beetje de mensen op elkaar af te stemmen. En van daaruit lekker starten. Ja, was het nou vrijdag die wedstrijd ook er één om in te komen? Ja. Was het een oefenwedstrijd of was het gewoon een serieuze prijs? Nee, dat was wel een serieuze pot natuurlijk. Want iedereen wilde natuurlijk die prijs winnen gelijk, hè, in het begin van het seizoen. Alleen ik vond het een teleurstellend optreden van Feyenoord. Nou, hou dat vast. Gaan we het zo meteen over hebben. Jan, waar ben jij nou zo een paar dagen voordat de competitie start het meest benieuwd naar het komend jaar als het de Rotterdamse clubs betreft? Nou, Feyenoord. Die hebben afgelopen jaar natuurlijk een geweldig seizoen gehad. En met machtsvertoon kampioen geworden. Zijn wat spelers kwijtgeraakt. Hun beste speler, Koksoek, kwijtgeraakt. En nu ben ik heel benieuwd, hoe gaan ze dat opvangen? Hoe is de ontwikkeling verder? Want ja, het moet elk jaar weer beter worden. Daar ben ik eigenlijk het meest benieuwd naar. Nou, en Sparta en Excelsior? Wat zeg je voor gevoel? Ja, ik denk dat Sparta weer probleemloos erin beleeft. Ja, die hebben een afgelopen jaar een geweldig seizoen gehad. En die gaan er absoluut weer in beleven. Excelsior krijgt het traditiegetrouw denk ik moeilijk. Misschien nog wel een beetje moeilijker ook dan vorig jaar. Ja, misschien wel, ja. Gezien wat daar allemaal vertrokken is. Goed, gaan we het allemaal over hebben in deze uitzending deze maandag. Dennis, maar we beginnen even met het nieuws. Althans, het is allemaal nog niet concreet, maar het zit er misschien wel aan te komen. Een mogelijk vertrek van Lutsehel Geertruida. Hoe dichtbij is dat? Ja, dat komt wel steeds dichterbij, hè. Het bedrag wat er nu in wordt neergelegd, in ieder geval door Leipzig, is meer dan wat er voor Kuksu werd neergelegd. Dus dat zou betekenen een nieuw transferrecord voor Feyenoord. Rond de 32,5 miljoen, inclusief bonussen. Red Bull Leipzig, ja. Alleen Feyenoord heeft wel gezegd, Timber ging van Ajax naar Arsenal. Jurrien Timber in dit geval dus. Hè. Die ging dus daar naartoe voor 40 miljoen. Toen heeft Feyenoord gezegd, dan willen we wel een vergelijkbaar bedrag ook voor hem hebben. Dus ik ben benieuwd of ze nu zeggen van, nou, we kiezen ervoor om dat transferrecord nu op korte termijn weer te breken. Of we kiezen ervoor om gewoon stug door te blijven gaan met die onderhandelingen. En kijken of er meer uit te halen is. Niet te vergeten dat hij na dit seizoen, als hij blijft, nog maar een jaar contract heeft. Mm-hmm. Het is wel zo natuurlijk, hè, dat ze vergelijken elke keer de spelers met die van Ajax. Maar dat is Ajax heeft natuurlijk in het verleden een bepaald, naar Europees gezien, internationale top gezien, opgebouwd. Dat zij ook altijd in de Champions League natuurlijk heel aardig gepresteerd hebben. Hè, de afgelopen, de laatste 20 jaar alleen al. Hè, dat ze goed meedraaien in de Champions League. Zelfs finales bijna haalden of halve finales. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan dat je net als Feyenoord uit die Conference League loopt. Nu de Europa League. Hè, dat zijn toch andere bedragen die daarin omgaan. Maar daar staat wel tegenover, Harry, dat in de meest recente wedstrijden van het Nederlands elftal Geertruida stond op de plek van Timber. Nou, daarom gaat hij ook een transferrecord waarschijnlijk maken. Zou dit een goede stap zijn? Naar deze Duitse club, waar hij ook de Champions League in gaat. Hem kan je volgens mij overal neerzetten op dit moment. Ik vond hem ook afgelopen vrijdag de beste Feyenoorder. Samen met Bijlo, die ook goed in de wedstrijd groeide. Mm-hmm. Maar daar kon je alweer zien dat hij alweer veel verder was dan bijvoorbeeld een jaar geleden, Geertruida. In alle opzichten. Eigenlijk leidinggevend. Dat viel vooral op, hè? Want je ziet met die aanvoerdersband. Ja. Hij was echt constant aan het coachen en aan het roepen. Maar ook zelf goed ingrijpen, met zijn snelheid. Het is gewoon een zeer complete verdediger. Ik vind dat ook zijn beste positie, rechts in het centraal. Maar dan gaat hij de volgende stap maken. En ik denk dat 30 miljoen echt een prachtig bedrag is. Met nog wat aanvulling heb ik begrepen eventueel. En dan moet je alleen wel zorgen dat je zelf je dingen voor elkaar hebt. Er moet wel een vervanger komen. Trauner is natuurlijk normaal de aangewezen man op die positie. Maar je hebt ook wat rugdekking nodig. Want Trauner is toch wel vrij lang eruit geweest. Hoe gaat Feyenoord dan handelen inderdaad? Als Geertruida wordt verkocht. Waar gaat dan de behoefte zijn? Wat ze dan willen gaan doen is inderdaad een nieuwe rechtsbenige centrale verdediger erbij halen. En nog een rechtsback. Ook, maar wacht even, Belen is gehaald. Ja. Casemiro is afgelopen winter gehaald. Ja, maar als we heel eerlijk zijn over Casemiro, dan zie je dat hij niet voldoet aan het niveau wat je bij Feyenoord gewoon nodig hebt om te kunnen spelen. Hm. Dat hebben we nu wel, dat hebben we denk ik wel gezien. Hij mocht misschien ook wel weg. Er was interesse vanuit Griekenland in hem.
Ja, en ik denk ook dat ze dat hebben geprobeerd, uiteindelijk te licht is bevonden. En ja, dat dan dadelijk de knoop zal worden doorgehakt. Ja, dan moet je toch, ja, om die selectie wat breder te houden. Hè, want dat hebben we nu ook gezien in die wedstrijd tegen PSV. Daar kwamen gewoon spelers erin die één op één makkelijk konden vervangen. En, ja, en je terug, gaat de nee, ook en nog even terugkomen op die transfersom. Hè, die vinden heel veel Feyenoorders en supporters vinden dat veel te laag. En vergelijken dat met Ajax-ide. Maar als je, nu ga je dat in het komend seizoen dan zien in die Champions League. Als Feyenoord dan inderdaad hè, leuk meevoetbalt, goede resultaten boekt. En spelers laten zien dat ze ook op dat niveau goed uit de voeten kunnen. Dan gaan die prijzen omhoog. Dan ga je ook naar 50, 60 miljoen voor een Jiménez misschien. Of weet ik. Maar dat moet dan wel ook in die Champions League gebeuren. En dat is even waar we nu op zitten te wachten. En dat is nog een beetje onzeker of dat ook gaat lukken. Natuurlijk. En als Geertruiden vertrekt, sorry. Je moet ook niet vergeten dat Timber gaat naar Engeland. Arsenal. Die hebben veel meer budget. Nou hebben zij een speler duur verkocht. Ze hebben nou weer geld, dat Leipzig. Maar in principe worden er nooit zulke waanzinnige bedragen betaald in Duitsland als in Engeland. Ik lees dat Mickey van der Ven voor 50 miljoen naar Tottenham gaat. Ja. Als ik moest kiezen, koos ik voor Geertruiden. Die vind ik gewoon veel beter. Ja. Nee, maar, okay. Maar dat is een beetje het verhaal. Kijk, dat is dan jammer dat hij dat nu, als dat inderdaad gebeurt, dat hij naar Salzburg gaat, dan laat hij niet bij Feyenoord even in de Champions League zien. Of Leipzig. Ja, maar Harry, maar dan moeten ze maar even wachten tot er een Engelse club komt. Ik begrijp echt niet dat er geen Engelse club voor hem komt. Nee. Hij is een berengoede. Want waarom is Geertruiden was al een goede speler en waarom is hij volgens jou nu een hele goede speler? Nou, omdat hij zich heel erg ontwikkeld heeft in voetballend opzicht. Zijn passing is beter geworden. Ik weet een paar jaar geleden, toen had ik een keer gezegd, ja, ik vind zijn passing dramatisch. Maar toen speelde hij rechtsback. Er kwam bijna geen voorzet aan. Weet je wel, had je Malasia en Geertruiden. Allebei kwamen ze, maar vaak de eindpaas was dramatisch. Maar in het centrum heeft hij meer mogelijkheden dan aan de zijkant. En daar speelt hij gewoon goed. Zijn invalpaas, hij schiet ineens het middenveld op. Hij is behoorlijk snel. Ja. Hij kan goed koppen. Ja. He, dus hij heeft eigenlijk alles in zich. Maar hij heeft zich heel goed ontwikkeld. En ik denk dat ook Slot daar debat aan is. De manier van voetballen, het vertrouwen geven, het constant maar werken aan iets. En dat heeft van hem een veel completere voetballer. Ik vind vooral die snelheid ook belangrijk. Hoor je op internationaal niveau, daar zit ik nog wel eens bij. Hangsko en ook Trauner. Ze kunnen best wel snel lopen, maar niet op het niveau van Geertruiden bijvoorbeeld. Ben wel en benieuwd ook als Pedersen, hè? Die heeft ook die mooie snelheid om te corrigeren. Pedersen wel de enige rechtsback dan nog, hè, als Geertruiden zou vertrekken. Dus je zou je kunnen voorstellen dat daar toch ook nog wel behoefte gaat zijn. Kazan Wierjo, maar ja, dat heb ik nooit begrepen eerlijk gezegd. Nee, nou, dat heeft Dennis net gezegd. Ja. We gaan terug naar vrijdag. Genoemd, hè, op die rechtsbackpositie. Dat is ook wel iets wat we wel eens zeggen van, moeten ze die daar niet gaan proberen? Timber. Ja, nou, die zal in de opbouw veel beter zijn dan Pedersen. Want Pedersen vind ik aan de bal niet goed. Nee. En dat vaak 80% van zijn ballen die speelt hij weer terug naar degene waar hij van gekregen heeft. Dus daar is veel meer uit te halen. Maar die ontwikkeling heb ik bij Pedersen niet gezien in de afgelopen twee jaar. Maar inderdaad, een optie is inderdaad om Timber, een voetbalsterke rechtsback. Ik heb het vroeger ook wel meegemaakt met jongens als Ton Lokhoff. Die ook gewoon op rechts kwamen te spelen. Omdat ze goed in de opbouw waren en een goede inspelpaars hadden. Maar backspelen kan iedereen, zeg jij altijd. Ja, dus wel de makkelijkste. We hebben zelfs Dirk Kuyt gezien op de WK. Oh ja, natuurlijk. Jij zei het net al even, Harry, dat Geertruiden en ook Bijlo een van de betere Feyenoorders vond afgelopen vrijdag in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Die Feyenoord dus wel met 1-0 verloor van PSV. Trainer Arne Slot eventjes over het verschil tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Nogmaals, PSV terecht gewonnen en een hele goede indruk vandaag achtergelaten. Maar daarin zie je denk ik wel een verschil. Dus dat PSV hun tweede spits Peppi al in het begin van de voorbereiding had en wij we lang hebben moeten wachten voordat Danilo wegging en daarna zijn vervanger hebben gehaald die vandaag niet inzetbaar was. En je kan het Yankuba Minte op geen enkele manier verwijten dat hij in de spits geen onuitwisbare indruk achterliet. Omdat het ook absoluut niet zijn positie is. Dus alleen ja, je hebt daar wel mee te maken. Je zult er toch iemand neer moeten zetten. Dus hebben wij zeker ook met de Benfica West in het achterhoofd, toen hij het wel aardig deed, hem daar neergezet. Maar dat helpt natuurlijk niet dat als je na een uur je spits eruit haalt, dat je dan een beetje een kunstelde voorhoede hebt. En ik heb niet de indruk dat dat de reden is waarom we het laatste half uur minder initiatief hadden. Dat had echt met PSV te maken. Maar het is wel, zal wel lekkerder zijn geweest als je dan gelijk weer een spits op kan stellen. Zoals PSV het vertrek van Xavi Simons binnen, denk ik, 2-3 dagen in de voorbereiding had opgelost met Noah Lang. Maar goed, dat zijn dat is anders dan hoe wij het bij Feyenoord moeten doen. En we weten allemaal waarom dat is. Oh. Waarom is dat dan? Geld. Ja, maar dat is er toch wel?
Dat komt natuurlijk omdat van de verkoop van Kuksu bedoel je, en dan de Champions League gelden. Daar wordt al gezegd, er is 60 miljoen. Dat is niet zo. Kuksu is voor 25 miljoen verkocht met 5 miljoen aan mogelijke bonussen. Als die morgen zijn kruisband afscheurt, gaan die bonussen ook niet door. En van die 30 miljoen die aan Champions League inkomsten is binnengekomen, Feyenoord is kampioen geworden, daar is miljoenen aan premies aan staf en spelers uitgekeerd. Dus van die 30 miljoen, daar is ook alweer een flinke hap uitgenomen. Dus er is geen 60 miljoen euro beschikbaar. Nee. Maar het is ook niet dat er niets is uitgegeven. Er is 3 miljoen voor Belen uitgegeven, om maar wat te noemen. Er is ook wel wat uitgegeven. Ja, oké. Weet je dat natuurlijk. En 6 miljoen voor Danilo Lazic. Ja, ontvangen. Ja, ja, dus ze hebben toch wel wat geld. En er bijna 9 uur uitgegeven voor Ueda. Japanse spits, ja. Die vandaag is gepresenteerd. Gaan we zo even naar kijken. Ik wil toch eerst nog eventjes, ook om die Johan Cruijffschaal dan daarna wel verder af te sluiten. Wat is voor jou het meest nog duidelijk geworden als het Feyenoord betreft in die wedstrijd? Nou ja, ik vind dat... Feyenoord gaat sowieso meedraaien om kampioenschap. Hè. Is voor mij nog steeds de grote favoriet. Want vergeet niet, PSV won verleden jaar ook, hè, de Johan Cruijffschaal. Van Ajax, hè? En dan was het allemaal hosanna. Nou, kijk waar ze geëindigd zijn. Dus dat zegt mij niet zoveel. Hoor, ja, twee zwakke broeders tegen ook. Nee, maar die schaal zegt mij niks, joh. Dat, zo'n Gimenez die komt net aanvliegen. Stanks moet nog meters maken. Ja. Dus dat is allemaal, dat zegt mij niet veel. Maar... ja, ik denk toch dat Stengs naar de rechterkant verdwijnt, voorin. Dan bleef ik een zwakke positie vinden. Daar gebeurt niet veel. Heel voorspelbaar wat Jan Baks doet. Dus hij is veel creatiever, kan naar binnen komen. Net zoals Baks houden voorin. Dat vind ik met Gimenez zijn twee zekerheden. Oké, okay, maar wie staat er dan op 10? Nou, die moeten ze gaan halen. Ja. En misschien is die Japaner dat wel. Kijk, hij heeft wel geweldige cijfers, hè? 22 goals ook in 33 wedstrijden. Of Ivano Zec, zou dat... Ivano Zec. Dennis van Eerst was naar de nonnen in Vught geweest. Het is Ivano Chets. Ivano Chets. Ja, het was ook Romario en Ronaldo. Laten ze wel lekker normaal blijven doen. Baard. Ja. Maar dat is inderdaad iemand die overal... ik heb een beetje het idee... Ik heb zelf wat beelden van hem zitten bekijken ook. En dat, die moet je een beetje de vrije hand geven, heb ik het gevoel. Laten die Kroaat. Ja, die moet je gewoon maar... Dat is een hele goede voetballer. Hij kan ook op het middenveld mensen uitspelen. Dat is ook wel heel bijzonder, hoor. Dat zie je niet zo vaak. Een middenvelder die een middenvelder uitspeelt. Daardoor krijg je allerlei verschuivingen en allerlei mogelijkheden voor de aanvallers. Want dan moeten ze een beetje los gaan laten. En daar zie ik zijn kracht. Maar hij speelt graag een beetje van de linkerkant. Dat is wel zijn voorkeur volgens mij. Maar omdat je wat problemen hebt op 10. Ik zie daar in deze selectie op dit moment geen vervanger op 10. Want Szymański was met zijn loopacties altijd in beweging. En dat zorgde ook voor heel veel onrust bij de verdediging van de tegenpartij. En ik denk dat hij, hè, met zijn passing, hij is geen loper in de diepte meer. Maar meer iemand die aan de bal heel sterk is en mensen uit kan spelen. Dat hij daardoor ruimtes kan creëren voor de andere aanvallers. En dan gaan Gimenez en zo, die gaan dan pas profiteren natuurlijk. Wanneer komt die middenveld? Nee, maar dat middenveld wat nu stond... Dat zorgt er ook voor dat de voorhoede niet helemaal goed uit de verf komt. Nee. Want dan zeggen, ja, Gimenez die raakte geen bal. Nee, dat heeft te maken met wat er achter je gebeurt. En Wiever raakte geen bal. Ja, die en was de rookie was misschien een hele slechte dag. Dat kan een keer. Ja. Een slecht moment natuurlijk om een slechte dag te hebben. Maar dat kan een keer gebeuren. Wanneer komt die Ivano Zec? Ja, dat duurt al wat langer inderdaad. Hè. We denken dat wat ze nu willen doen bij Dynamo Zagreb is die wedstrijd van AEK Athene. Die eraan is te komen in de derde voorronde van de Champions League. Om dat zo lang mogelijk natuurlijk te rekken. En hem zo lang mogelijk binnenboord te houden. Omdat als zij die Champions League halen, nou, dat weten we, dan komt er natuurlijk een enorme pot geld ook daar binnen. Dus ze willen eigenlijk kijken of ze het zo ver mogelijk kunnen rekken dat hij daar nog mee kan spelen. En dan pas de stap richting Rotterdam te maken. En ze trainen even afgelopen weekend al gezegd, ja, we gaan hem wel heel erg missen. Dat heeft hij wel gezegd. Dus, ja. De deur richting Rotterdam staat open. Wat ik opvallend vind trouwens, hij is 24, dat zo'n jongen al niet sneller al weggehaald is daar bij zo'n club. Ja. Want het is natuurlijk een kleine competitie in Kroatië. En je zou zeggen, van, joh, die kan niet Spanje. Misschien is het een speler die pas later ontwikkeld is. Bijvoorbeeld Tijani Reinders. Aan het begin van het seizoen vorig jaar was hij absoluut niet een optie voor Jansen. Nee, maar deze speler debuteerde al op... En nu is voor 20 miljoen verkocht. Deze speler debuteerde al op zijn 16 of 17 in de eerste elftal daar. En weet je wel, werd al vroeg ontdekt, in ieder geval in Kroatië zelf. Dus heel vreemd dat nog niet gebeurd is. Nee, goed, hij komt mogelijk naar Rotterdam, Ivano Zec. Onze Japanse vriend... Ueda, die is vandaag gepresenteerd in de Kuip. Pressure というのは特に感じてないですけど、期待されてるなっていうのは感じるんで、それに応えられたらいいのかなと。Wanneer denkt hij aangepast te zijn en inzetbaar te zijn voor Feyenoord? もうすでに始めてます。Hij is nu al klaar, zegt hij. Dus hij kan zo spelen als de werkvergunning binnen is. Nu is er ook een tolk bij, hè? De taalbarrière, communiceren met medespelers. Hoe kijk je daarnaar? まあ、でもそこは
まあ時間はかかるかもしれないですけど、少しずつ馴染んでいけるんじゃないかなと思います。まあ当時は全く言葉も喋れないし聞き取れない状態だったので、まあその時よりはいいのかなと思います。 Wat weet hij van Feyenoord? Tim 選手がプレーしていたことと、まあ当時そういうことを成し遂げたっていうのは、まあ小さかったんで、全てをしてるわけじゃないですけど、まあそのくらいは。Zijn vaak vrolijke jongens, die Japanners. Dat zien we vorig jaar bij Sparta al. En volgens mij gaan we over deze jongen ook wel veel plezier krijgen. Over Ueda. Als jij nou toch nog eens in twee zinnen moet vatten hoe dat middenveld van Feyenoord beter vorm te gaan geven. Hoe zou dat dan zijn? Er vooruitgaande dat Wiever en Seruki wel gaan spelen. Ja, nee, gewoon een goede. We hebben het er net over gehad. Een nummer 10, een goede nummer 10. En wie dat precies kan gaan worden, ja, weet ik niet. Maar hij moet bewegelijk zijn. Hij moet een goal kunnen maken. Dat soort. Maar dat dan soort gaat Seruki dus ook beter renderen. Dat zeker weten. Maar hoe groot is jouw vertrouwen in hem? Ja, bij mij is het vertrouwen heel groot. Maar daar zijn de meningen erg over verdeeld. Maar ik vind het gewoon een hele goede voetballer. Het is wel, hij lijkt een beetje in zijn beweging en in zijn spel op Wiever. Dus je hebt een beetje dat je al gauw zegt van ja, dat zijn twee dezelfde spelers. Maar ik denk dat Seruki beter is in de opbouw van achteruit. Zoals Kukçu, we hebben het er net even over. Kukçu dat ook vaak even de bal ging halen en het positiespel zeg maar op gang bracht. Dat kan Seruki ook volgens mij. Dat heeft hij bij Twente ook heel goed gedaan. En Twente is natuurlijk geen Feyenoord, maar dat zijn geen koekenbakkers. Ja. Dat is best een goede ploeg waar ook goed gevoetbald werd. Dus hij kan dat wel. En Wiever is toch veel meer degene die zeg maar de gaatjes dicht, ballen afpak, positioneel goed is. En ook vrij bal, normaal gesproken balvast. Al zag je daar vrijdag niet zoveel van. Nee. Deed het nog wat, Jan, dat uitgerekend Noah Lang Feyenoord de das omdeed? Ja. De jongen die 8 jaar in de jeugdopleiding heeft gezeten van Feyenoord. Ja, nou ja, dat kan gebeuren. He, dat, hij is ook wel erg goed, hè? Maar hij speelde goed. Ja. Er zat dreiging, hij had diepgang. En dat is, ik vond hem altijd eerst de bal in zijn voeten en dan de actie maken. Maar hij had een paar keer ook dat hij wegstartte. En dat is gewoon, denk ik, ja, voor PSV een enorme verbetering. En niet ten opzichte van Xavi Simons, want die hebben natuurlijk een heel goed seizoen gespeeld. Maar ze halen wel weer een goede speler. Ze zijn toen die Gakpo kwijtgeraakt en Madueke. Madueke vond ik een beetje twijfelachtig, maar Gakpo was altijd zijn waarde. Maar dit is een hele goede speler. Maar wie mij vooral, was die Babadi of zo? Ja, de middenvelder wilde, ja. Goede spelers, hè? Ja, heel jong nog. Ja, jong, maar bewegelijk. Wat ik eigenlijk nooit heb, nog niet begrepen, maar waarvoor Feyenoord niet heeft een poging gewaagd om Xavi Simons binnen te halen. Want in het verleden werd PSV haalde gewoon Wijnaldum weg, hoor. Ja, bij Feyenoord niks aan de hand. En dat vonden we allemaal maar normaal. Maar waarvoor niet? Xavi Simons was van Paris Saint-Germain, hè? Daar kan je toch ook gewoon mee in onderhandeling? Ik denk dat Xavi Simons misschien niet meer in Nederland wil spelen. Dat is, maar je kan toch in ieder geval proberen, ja. Want het is wel een... Dat misschien is het wel gebeurd. Nou, dat is zo'n speler waar je naar op zoek bent natuurlijk. Misschien je is kan het ook op team spelen. Weet je, sommige dingen weet je niet. Misschien maar het meeste komt wel bij hij de media. Hij had natuurlijk wel al zijn verleden bij Paris Saint-Germain. En die hebben gewoon nu gebruik gemaakt van het recht om hem terug te halen. En nu weer te verhuren aan Leipzig. Ja. Maar wat mij altijd verbaasd heeft, waarom hebben ze Veerman niet gekocht? Ja. Ja, maar dat was de beste speler afgelopen. Ja, dat was toen al, gauw 6 miljoen of zoiets. Toen denk ik, haal hem nou, want dat vond ik toen al een geweldige speler. En als je nou ziet hoe hij speelt, want hij speelt tegen Wiever werd helemaal dronken gespeeld. Elke keer was hij vrij en dan maakte hij bewegingen, hup, was hij weg. Hij draaide weg in één keer. Geweldige passie. Hij zat natuurlijk ook helemaal vlak voor zijn verdediging. En Wiever wil natuurlijk weer niet te ver uitstappen. Nee, en dan krijgt hij die ruimte om te voetballen. Maar het is, de macht van het elftal bepaalt een beetje hoe goed je middenveld ook... Heel even over Lange, Dennis. Want dat was wel pijnlijk en gênant, hè, wat die jongen naar zijn hoofd kreeg in het stadion. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat zelf niet meegekregen op het moment dat gebeurde. Want wij hebben van die oortjes in, dus dan hoor je eigenlijk alleen jezelf in de uitzending. Dus ik heb dat niet meegekregen, maar later wel natuurlijk gelezen en op social media dat gehoord. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat hoort niet. Daar moeten we er ver van blijven. Tegelijkertijd waren er ook PSV-supporters die nogal wat schade hebben berokkeld in het stadion. Ja, die zijn met echt massaal aan... Ze hebben van die uitvakken, daar hangen altijd een soort netten voor. En dat uitvak is nu groter gemaakt dan dat het normaal is. Daar zijn ze echt met misschien wel 200 man, misschien nog wel meer, tegelijk aan gaan hangen. Nou, je ziet het hier ook, hè? Inderdaad, dat hele ophangsysteem is daarbij losgeraakt en naar beneden gevallen. Nou, daar beneden zitten natuurlijk mensen. Ja, daar zijn ook gewoon mensen licht gewond bij geraakt. Die zijn uiteindelijk nagekeken, konden dan wel zelf naar huis. Ja, je komt gewoon lekker naar een stadion om een voetbalwedstrijdje te kijken. Je krijgt ineens een metalen buis op je af. Krankzinnig. Zou misschien, zou helpen misschien een klein beetje stroom op dat hek zetten. 220. Ja, nee, maar het zijn toch volslagen idioten. Maak het nou uit, man. Ik
weet niet of dat per se de oplossing is. Het is misschien niet de beste oplossing, maar het zou een eventueel een oplossing kunnen zijn. Ja. Feyenoord en Stadion Feyenoord gaan ook nog wel verder nu maatregelen treffen. Er wordt aangifte ook gedaan deze week inderdaad. Om te kijken wie erachter zit, om de schade te verhalen. En misschien ook zelfs mensen wat te vervolgen. Want je brengt gewoon anderen echt serieus in gevaar. Nadat de samenwerking tussen Feyenoord en FC Dordrecht in 2019 een soort van stille dood stierf, is die samenwerking nu nieuw leven ingeblazen. Sterker nog, hij leeft als nooit tevoren. En om dat te onderstrepen was er afgelopen zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tussen FC Dordrecht en Feyenoord. Het commentaar is van Frank Stout. De spelers die vrijdagavond niet of heel kort in actie kwamen namens Feyenoord om de Johan Cruijffschaal tegen PSV spelen een dag later een oefenwedstrijd op de Krommendijk tegen FC Dordrecht. En dit is direct een hele mooie actie van dat pas 17-jarige talent uit Slowakije. Onthoud zijn naam, Leo Sauer. Maakte een hele goede indruk al in de voorbereiding. Heeft meerdere keren meegespeeld met de ploeg van Arne Slot. En hij maakt dan na 12 minuten spelen het openingsdoelpunt van de wedstrijd. Quinten Timber. In deze wedstrijd de aanvoerder. Die bal moet natuurlijk minimaal op doel. Stand blijft dus 1-0. Dit is Timon Wellenreuter, de reservedoelman van Feyenoord. En die verslikt zich bijna in het doorjagen van Jari Schuurman. Natuurlijk jarenlang gespeeld in de jeugdopleiding van Feyenoord, Schuurman. Een zeldzaam foutje van Wellenreuter die tot nu toe goed keept in de voorbereiding. Slot spreekt zijn ploeg dan toe met Casemiro en Lopez onder andere. Lange bal en daar het slippertje bij Antef Tsungui. Voor een paar ton gekocht door Feyenoord, gestald bij Dordrecht. Maar Milambo gaat voor eigen succes en krijgt die bal niet langs de nieuwe Dordtse keeper Ploegman. Hij de vervanger van Liam Bossin. Feyenoord veel sterker. Dit is een goede actie van Minté. En daar schitterend beheerst afgerond. Wederom is het Sauer. 2-0. Goed gedaan door Minté. Vrijdag tegen PSV. Niet heel erg gelukkig in zijn invalbeurt. Toen als spits. Dat is hij overduidelijk niet. En Sauer gaat nog wel wat minuten maken dit seizoen in het eerste van Feyenoord. Wordt veel van verwacht op 19.08. 2-0 is dan ook de ruststand waarmee bij de ploegen de kleedkamers gaan opzoeken. Met hier weer Feyenoord. Thomas Beelen verslikt zich daar dan. Hij moet dan een hoekschop weggeven. En die hoekschop zou uiteindelijk niks opleveren. Weer Dordrecht in de aanval. Dat een prima voorbereiding kent tot nu toe. Ze wonnen van Helmond Sport, van Den Bosch. En van Alanya Sport, de ploeg van Leroy Fer. En weer rare capriolen bij Wellenreuter. Kan Dordrecht daarvan dan profiteren? Nee. Maar duidelijk is wel dat Wellenreuter geen beste indruk maakt in Dordrecht. Dan gaat het regenen. Gaat Timber lekker op de foto met een van de vele fans daar. En nog een keertje Feyenoord in de aanval. Maar dit is dan weer slordig bij Zegiel. Dordrecht, Ida met Schuurman. En die bal die lijkt over de achterlijn. Die zit Wellenreuter wel goed bij. Maar goed, hij telt niet. Eindstand 2-0 voor Feyenoord. Dat aankomende zondag de competitie opent thuis tegen Fortuna Sittard. En Dordt speelt ook thuis vrijdag tegen NAC Breda. Ja, Jan, jouw clubpie. Ja. FC Dordrecht. Nou, ik vind het leuk dat ze een samenwerking hebben. Nou, daar lijken ze niet slechter van te worden. Hè? Nee, maar kijk, het probleem is dat je hebt te weinig inkomsten daar zo om echt een goed elftal te zetten wat competitief is in de eerste divisie. Nou, en met de samenwerking van Feyenoord kan je gewoon talenten kan je stallen. Feyenoord wordt er beter van. Ze spelen op een behoorlijk niveau. Ja, vorig jaar hadden ze ook wel één of twee aardige spelers hoor, die het goed deden. Maar die werden dan weer tussentijds weer vertrokken. Ja, het is gewoon prima. Dennis, wat behelst de samenwerking nou concreet tussen die twee clubs? Nou, Feyenoord stalt vier spelers die in potentie het eerste elftal van Feyenoord kunnen halen. Dat is het idee. Met wel de afspraak dat als die ooit weer doorverkocht worden, dat Dordrecht daar weer een percentage dan ook van krijgt. Ook de assistent-trainer, Pascal Boschart, die noemde hem al eventjes, is daar gestald door Feyenoord, want is bij Feyenoord onder contract. En er wordt op bestuurlijk niveau ook gewoon door Feyenoord meebeslist over de samenstelling van de selectie van FC Dordrecht. Mark Rel doet dat. Oh ja, die hoofdscout. Ja, nou, precies. Oké. Okay. Nou ja, leuk dat die twee tegen elkaar speelden. Sparta oefende ook nog een week voor de start van de competitie. Dat deed het tegen RKC. Hoe sterk vind je het, Harry, dat Sparta de assistent-trainer hoofdtrainer heeft gemaakt? Ja,
Ik ben nooit zo'n fan van om assistenten door te schuiven. Omdat de relatie met de spelers is anders dan met een hoofdtrainer. Het is een assistent wordt met de voornaam genoemd en de hoofdtrainer is trainer. En maar, is dat niet een dag later in de kleedkamer dan gelijk aangepast? Nee, maar je hebt dat je bent al een paar jaar assistent en dat is een hele andere relatie. Ja. Dat zegt niks over de kwaliteiten van Rijsdijk. Maar, hoe schat je die in? Ja, weet ik niet. Ik heb zijn praatje na de wedstrijd van de afgelopen wedstrijd nog even gezien. Ik vind dat hij goed overkomt als coach. En hij zegt gewoon nette, normale, verstandige dingen, geen gekke dingen. En hij heeft het elftal natuurlijk aardig intact gehouden. Hè? Dat helpt ook wel. Er loopt nog steeds Laurensen, Saito, goede middenvelders. Eerthuizen was dan geblesseerd. Ja, maar dat vind ik wel een jongen die het ontzettend goed heeft ontwikkeld daarachterin. Een grote, sterke verdediger. En Vriends die het nog steeds goed doet. Dus er is wat leiding en wat ervaring in het elftal. Dus wat dat betreft ziet dat er hartstikke goed uit voor Sparta. En dan is het toch wat makkelijker werken. Als je Rijsdijk bij Excelsior zou zetten, dan zou het een heel ander verhaal worden. Dan heb je echt wel zorgen als coach. Ja. Maar ik heb het idee dat bij Sparta niet nodig is. Wat zullen nuanceverschillen zijn tussen Stijn en Rijsdijk? Nou, Harry, geef al aan. Als je een hoofdtrainer is, een hoofdtrainer. Daar zeggen spelers nooit zo heel veel. Als ze iets problemen hebben, gaan ze altijd aan een assistent. Dat zien ze als een vertrouwenspersoon. Maar het geeft ook aan dat ze anders naar een assistent kijken dan naar een hoofdtrainer. En nou gaat het, alles gaat goed als de resultaten goed zijn. Maar zo gauw het wat tegen gaat zitten, gaan ze al gauw zeggen, ja, hij is de assistent. Assistent is anders dan hoofdtrainer. En maar daarvoor de resultaten zullen zo belangrijk worden voor Rijsdijk en voor zijn geloofwaardigheid, hè? En voor zijn gezag. Ja. Maar dus daarom is het wel fijn voor hem dat de as van het elftal is gebleven. Goede spelers, ook je keeper is gebleven. Nou ja, maar is dat ook niet ergens wat verbazingwekkend? Het elftal wordt zesde vorig jaar in de Eredivisie. En een belangrijke kern van Krooi, Lauritsen, Kitolano, Verschuren, Olij, allemaal gebleven. Ja. Tuurlijk, Sambo terug naar PSV. Abels naar Grasshoppers, Pinto weg. Maar hoe kan het dat er niet enorm geshopt wordt op het kasteel? Niet dat ik dat trouwens wil, want lekker blijven. Maar het kan wel dat club zich melden. Maar het bod moet dan ook, wat neergelegd wordt voor een bepaalde speler, moet dan ook wel toereikend zijn voor Sparta om te zeggen van, nou, voor dit bedrag willen wij iemand laten gaan. Dat is natuurlijk ook weer de andere kant. Want het kan best dat er wel iemand zich meldt, maar als dat bot niet toereikend is. Zolang niet. Kijk, in de tijd dat ik er zat, werd Strootman verkocht voor 8 ton naar Utrecht. 8 ton. Ja. Een jaar daarvoor, 2 jaar daarvoor, werd 3,5 miljoen van Groningen geweigerd. Vonden ze een belachelijk bedrag. Maar Sparta laat geen spelers meer gaan voor dit soort bedragen. Nee. En dan ga je kijken, wat is de kracht van Sparta? Dat was het team vorig jaar. Het was niet zo dat de individueel hele grote spelers, dat je zegt van nou, die wordt 100% verkocht. Het was een team, speelde goed voetbal. Stijn deed het geweldig met zijn manier van presenteren en ook van voetbal willen spelen met Sparta. En dat was de kracht. Nou ja, die Lauritsen had natuurlijk wel opvallende kwaliteit. Ja. Zeer kopsterke lengte, altijd wel zeker. Maar dan kom je niet zo snel zeer bij Feyenoord, Sparta, Ajax of PSV terecht. Maar juist clubs die vergelijkbaar zijn met Sparta, die zouden graag zo'n gozer erbij willen hebben. Maar we hebben ook nog 3,5 weken, er kan nog een heleboel gebeuren. Ja, natuurlijk, weet ik wel. Nee, maar ik kijk even naar de specifieke kwaliteiten van bijvoorbeeld Sparta Lauritsen. Sparta met zesde. Nee, ja. Dus precies. En je zou kunnen denken als PSV de spits van een gedegradeerde club haalt. Ja. Wat is er dan mis met de spits van de nummer 6 van de Eredivisie? Maar nogmaals, ik wil ook wel benadrukken. Laten we blij zijn dat die ploeg intact is gebleven. Ik kan me voorstellen dat een club als Utrecht bijvoorbeeld Lauritsen wel zou willen natuurlijk. Ja. Nee, maar die kunnen toch niet 10 miljoenen ophoesten, denk ik. Hè, die nodig zijn. Of die Sparta nu zou willen voor dat Sparta soort spelers. Sparta oefende afgelopen zaterdag tegen RKC op het kasteel. Dat was allemaal in het kader van de familiedag. Maar die was vanwege de weersverwachting zeer aangepast. Bijna alle activiteiten zijn afgelast op de jaarlijkse familiedag van Sparta. Maar het hoofdgerecht blijft wel staan. Sparta tegen RKC. Een duel dat vooraf wordt gegaan door de spelerspresentatie. Dit zijn de mannen van Jeroen Rijsdijk die het dit seizoen moeten gaan doen. Vorig seizoen natuurlijk geëindigd op plek nummer 6. Toen nog onder leiding van trainer Maurie Stijn. We weten het, die is naar Ajax gegaan. Hoe staat Sparta er momenteel voor? Na 10 minuten spelen, het schot van de Guzman. En dan is er een hensbal gezien door scheidsrechter Ingmar Oostrom. Een hensbal van Aaron Meijers. Vorig seizoen nog in het shirt van Sparta. Doelman Etienne Vaassen is er niet mee eens. Die blijft dan maar protesteren. Hij is niet de aanvoerder. En daarom krijgt hij de gele kaart voorgeschoteld. Nog een keertje kijken in de herhaling. Ja,
lastige situatie. Strafschop gegeven. En dan is het Vito van Krooi vanaf 11 meter. En hij mist. Vorig seizoen nog goed voor 12 goals. Zou eigenlijk vertrekken bij Sparta. Maar er is nog geen buitenlandse club echt concreet voor hem geworden. En dus speelt hij nog altijd op het kasteel. Daar een aanval van RKC. Bakari, overgekomen van RKC, staat verkeerd opgesteld. Cleonice is erdoor. Maar Nick Olij laat zien waarom hij een van de beste doelmannen van Nederland is. Een transfer naar Ajax ketste vorige week af. De Amsterdammers geven de voorkeur aan Dian Dramai, reservedoelman van Eintracht Frankfurt. En dit is een hard schot. Van jawel, onze analist van FC Rijnmond. Afgelopen vrijdag zit hij nog aan tafel. Michiel Kramer. Stand blijft dan 0-0. Schotje bij Van Krooi, vangbal voor Vaassen. 25 minuten dan gespeeld in de tweede helft. De hoekschop is van Brim en die bal die wordt aangeraakt door Sean Adeboye. Eigen doelpunt dus van RKC en zo komt Sparta toch wel wat gelukkig op een 1-0 voorsprong. Helemaal onverdiend is het niet. Sparta is iets sterker dan de ploeg van Henk Vrezer. Die wordt geassisteerd door Geert Arend Roorda en Adil Awassar. Natuurlijk ook mensen met een rijk Sparta-verleden. Hoekschop dan nog bij RKC via El Harmazi. Bal komt dan tegen de handen aan van Pelle Clement. Maar Oostrom ziet er geen strafschop in. En zo wint Sparta met 1-0 van RKC. Weer de 0 voor Nick Olij. Heeft geen enkel doelpunt tegengekregen in de voorbereiding. En aankomende zaterdag zien we hoe Sparta er echt voor staat als zij op bezoek gaan in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen uit bij PEC Zwolle. Ja, dat is toch wel knap. Weer een overwinning voor Sparta en weer de 0 gehouden in een oefenwedstrijd. Ja, ze praten hier aan tafel door. Ik wil nog heel even naar de reactie van Nick Olij, die dus weer de 0 hield in een oefenwedstrijd voor Sparta. Hij is toch wel wat teleurgesteld dat een transfer van hem naar Ajax niet door is gegaan. Ja, tuurlijk is dat jammer. Dat is een club als Ajax je graag wil hebben. En uiteindelijk valt de keuze op iemand anders, is dat helaas. Maar ja, dat is wel de voetbalwereld. Persoonlijk gezien voor Nick is dat natuurlijk hartstikke jammer. Want ik snap echt wel zijn ambitie en dat het nu afketst. Dat natuurlijk doet dat iets met een speler. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Nick vandaag een hele goede wedstrijd vond keepen. Dus ik vind niet dat zichtbaar was. Je blijft ook gewoon bij Sparta of zeg je, dat weet ik gewoon niet. Als er nog zo'n mooie club komt van het kaliber Ajax, dan ga ik gewoon weer praten. Ja, tuurlijk. Omdat je bent ambitieus. Je wil kijken waar je plafond zit. Ik denk dat het ook helemaal niet raar is. Ik heb mijn leeftijd van 28. Ik heb een goed, geweldig jaar achter de rug. En dan wil je gewoon weten wat je vervolgstappen kunnen zijn. En ja, als er wel iets komt, dan gaan we daarover zitten en dan gaan we daar naar kijken. Maar als er niets komt, dan so be it. Ik voel me hier ook heel goed. Ik zit goed op mijn plek. Ik word gewaardeerd hier door spelers en door staf en door de supporters. En ik denk dat is ook wel wat waard. Heb je tikkie gehad of viel het wel mee? Nee, tikkie niet. Nee, maar jammer vindt hij het wel. Ja, dat snap ik. Het streelt je als je oud-trainer je belt en met interesse. Maar dan moet hij eigenlijk zich wel melden inderdaad bij Sparta en een bod neerleggen. Aan de andere kant denk ik, hij is 28, heeft nu net het eerste jaar op het hoogste niveau gespeeld. Dus ook niet voor niks dat hij nu pas op het hoogste niveau speelt. Ik denk dat het voor hem ook gewoon goed is. Als hij bij Sparta kan blijven en gewoon daar eerste keeper kan zijn. Daar is toch helemaal niks mis mee? Na zo'n topseizoen zijn er natuurlijk wel 5-6 spelers bij Sparta die het hartstikke goed gedaan hebben. Die echt een beetje boven zijn komen drijven. En dan wil je eigenlijk allemaal wel even dat cashen. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Er wordt zo goed betaald tegenwoordig. Maar ook als je dan niet gaat spelen bij Ajax? Nou ja, het financieel. Wordt het jaar van Excelsior zwaarder dan vorig jaar? Ja, zeker. Dat kan wel zeggen. Zeg. Die hebben een slechte voorbereiding ook gehad. En nou ja, laatste oefenwedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem. Winnen ze dan wel weer met 1-0. Dat is een heel zwak elftal. Ze zijn gedegradeerd. Met 4-0 van morgen, geloof ik. Nee, dat stelt niets voor. Maar ze hebben weer hetzelfde. Noah Naujoks met de 1-0 in die wedstrijd. Ja, we zien het eventjes. Nee, maar ze even hebben weer hetzelfde probleem als voorseizoen. Misschien nog wel erger. Geen scorend vermogen voorin. En dat is prima als je de bal aardig weet tegen te houden. Maar je zal af en toe wel op tijd een goal moeten maken om je punten te halen. Ja. En ik was echt verbaasd hoe ze dat vorig seizoen, met name in de tweede helft van het seizoen, voor elkaar kreeg. Ja. Door een paar hele cruciale wedstrijden te winnen tegen Fortuna, weet ik het allemaal. En dat was fantastisch natuurlijk, maar ik zie het een beetje somber in. Toch? Ja, want je hebt het over gebrek aan scorevermogen, maar ook Azarkan is weg. Ayoub is weg, Goudmijn is weg, Koopmijners is weg. Ga er maar aan staan. Ja, het gekke is dat ze toch iedere keer weer, vaak op het laatste moment, weer spelers halen die toch weer meedraaien in het elftal. Ze hebben natuurlijk nu Benita aan hartjes gehuurd van Feyenoord. Ze hebben 2 Zweden gehaald. Drie zelfs. Drie zelfs? Ja. Hele jonge jongens. Zijn ja.
Maar ja, die moeten het wel gaan laten zien. Nee, oké, maar dat is lastig. Die hebben geen ervaring. En dat zijn eigenlijk jongens die nog ergens naartoe moeten groeien. En die gaan nu niet het verschil maken het komende seizoen. Gaat er al meer weg? Nou, dat is best wel kans dat Nathan Chuaon nog weggaat. Dat is echt zeer serieuze belangstelling. Dat is de linksback. Linksback, ja. De serieuze belangstelling voor hem. Swansea City is een van die clubs uit de tweede Bundesliga. Er zou zelfs al een bod liggen bij Excelsior om hem daar weg te halen. Ja, Excelsior heeft wel gezegd, we hebben niet de noodzaak om nu te verkopen. Want ze willen eigenlijk gewoon proberen iedereen zo bij elkaar te houden. En echt de ambitie gaat echt richting het seizoen. Dus om zoveel mogelijk bij elkaar te houden. En ze zoeken wel een spits ook en een middenvelder. Dus. Nou, ze moesten ook een beetje hopen op nog meer zwakke broeders natuurlijk. En die zijn er. Ja. Dus dat daar moet je, want vorig jaar had je dat ook. En daar ben je ook een beetje afhankelijk van. We moeten het hier bij laten, okay. Harry. Niet dat je wil onderbreken, maar ik moet wel een punt zetten. Jan Eversen, wel bedankt. Ja. Tot later dit seizoen graag weer. Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Wat betreft de sport hier op Rijnmond op tv en online zijn we er woensdag weer met de podcast over Sparta. En vrijdag is er gewoon weer FC Rijnmond. Graag tot dan en een goede week. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neco Ship Supply.